Dus we gaan niet meer praten over het is te duur. Nee, we gaan kijken naar wat is de beste methode om die boom daar te planten in plaats van alleen maar een sprietje. We zijn en blijven mensen. Waar mensen zijn kunnen fouten gemaakt worden. We proberen die natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Maar ik moet ook zeggen, als ik kijk naar mijn eigen waarnemingen, dat in de afgelopen periodes er echt een kaalslag is geweest op basis van openbare ruimte qua bezuiniging. Dus mensen groeit het af en toe ook boven het hoofd. Ja. En dan zie je dus dat er inderdaad gaten vallen, leegtes vallen en waardoor dus die fouten gemaakt worden. Dingen als vergiftschap, hè? Dus bij de Weer, Tiny Forest, ja. Schildersbuurt, de westzijde voor de Bullenkerk, bij de Fortuinweg. Ja. Dat kwam ook omdat de systemen binnen Zaanstad niet helemaal op elkaar aangesloten waren. Uitvoerders kwamen met een andere tekening, bewoners hadden weer een andere tekening gehad. Wordt dat aangepast, dat interne systeem bij Zaanstad? Ja, en daar zien we het voorbeeld van als we het over bomen en beleidsplan hebben, waar ik, en daar begin ik echt te glimlachen, dat meen ik echt oprecht, dat we nu een bomen en beleidsplan hebben, bomen de longen van Zaanstad. Dat afgestemd is voor 2020 naar 2050. Ja, de samenvatting van boombeleidsplan is dat we willen naar 20% kroonbedekking. Dat heeft te maken met hittestress. Heeft te maken met een gezonde stad, wat we op de eerste plaats willen zijn. Dus bomen moeten maximaal kunnen renderen in de stad. Tot wasdom kunnen worden, dus ook zo oud mogelijk kunnen worden. Nou, daarvoor planten we op plekken waar we geen bomen hebben staan, gaan we naar die 20% en 30% op de verblijfsgebieden. Kan je compenseren? Kan je zeggen, nou ja, in Peltersveld is er heel weinig, maar omdat er in Assendelft heel veel bomen staan, hoeven ze in Peltersveld niet zoveel bomen te hebben? Of wilden jullie eigenlijk dat overal die 20% kroonbedekking in elke wijk zou komen? Uiteindelijk moet dat het doel zijn, dat overal die 20% kroonbedekking is. Dan komen er veel meer bomen. Ja. Nou, daar sla je de spijker op zijn kop. Maar het kan zijn dat er in sommige wijken misschien wat minder bomen, maar kwalitatief veel mooiere bomen komen. En die ook de leefbaarheid daarin, want daar gaat het om, hè, de gezondheid van de stad en de leefbaarheid in de stad. En dan kan het zijn dat op sommige plekken een ander type boom komt te staan en misschien wat minder bomen en in andere wijken meer bomen dan ergens anders. Maar onderaan de streep gaat het erom dat we meer bomen in Zaanstad krijgen. Daarnaast hebben we nog een hoofdstuk. Dat is dat we de bomen willen beschermen. Dat was al in het oude boombeleidsplan, maar dat is zeker in dit boombeleidsplan. Dat de bomen die we hebben, dat die gespaard blijven en dat die behouden kunnen blijven. Het is een hele uitdaging ook, hè? Want het wringt aan alle kanten. Probeer juist ook bijvoorbeeld met kleine dingetjes als bij speeltuintjes. Daar gaan we steeds meer bomen planten bij die speeltuintjes. Dat waren tot nu toe altijd open plekken waar een speeltuintje was. Nee, we maken er nu een plek van waar kinderen kunnen spelen, maar waar je ook meteen kunt recreëren zonder dat je met hoedjes en parapluutjes moet gaan zitten, maar dat het een beschermde omgeving is. Dat zijn die kleinere onderdeeltjes die verweven zitten in dat plan. Maar ook in alle andere ambities die we hebben, zoals het Zaans mobiliteitsplan. Daar staan boulevards in. Waarbij je de N203 bijvoorbeeld, straks op het moment dat de A98 komt. Een toekomstvisie, waar ik nog steeds achter sta dat we dat voor elkaar krijgen. Maar daar zie je dus in dat we daar ook met bomen gaan werken. Gewoon. En dat het Assendelft en Krommenie met elkaar verbindt. En dan niet op basis van een weg of een overgang, maar juist door die bomenstructuur. Dat het één gebied wordt en dat het ook daadwerkelijk een recreatief gebied kan worden. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus ook particuliere, grote terreinbeherende organisaties zijn nu kapvergunningplichtig. Dat is een tool die we ingezet hebben, ook in het boombeleidsplan. We hebben ook gezegd, we hebben niet één sausje die we over heel Zaanstad gaan uitstrijden. We willen juist wijkgericht gaan kijken waar de behoefte ligt en dat we daar ook in willen participeren samen met de wijk. Hè, als er een renovatie is of een inbreidingsplan, dat we samen ook met de wijk gaan kijken van nou niet alleen van wat voor een steentje wilt u erin hebben zitten of hoe moet het trottoir eruit zien of hoe moet de verlichting eruit zien, maar dat we daar integraal ook alles bij pakken, ook vanuit de openbare ruimte,
van wat voor type boom zou nou in die wijk en in die straat het beste tot zijn recht komen. Ja, ik zet er de vol voor in.